Gamers, vaak genoeg hebben wij naar het YouTube-kanaal gekeken van deze Ines Yilmazer. Spreek ik ongetwijfeld nog steeds fout uit. Waarbij wij kijken naar prachtige landgoeden, prachtige woningen die onnodig veel geld kosten. Maar mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Wat is de goedkoopste woning die hij heeft bezocht? Is dat gewoon een normale woning? Kan hij daar dan ook, zeg maar, de uniekheid in vinden? Daar gaan we naar zoeken. Gelukkig heeft hij het dusdanig ingedeeld dat hij in de thumbnail de prijzen van de goederen heeft neergezet. Dus moeten we eigenlijk hiervan gewoon de goedkoopste vinden. Vereiste, het moet wel een huis zijn. Of een woning. Dus bijvoorbeeld, we zien hier zo'n jacht staan van 110 miljoen, 20 miljoen. Geen jacht. Huizen. Steen, cement, staan. 24 miljoen, 2 miljoen voor een bus. Dat telt dus niet. 23 miljoen. Waarom is dit allemaal zo duur? 18,5. Is het goedkoopst tot nu toe? 17,7. Goedkoper. 2,7. Die onthouden we. 2,7. Is er iets goedkoper dan 2,7? Hebben we 2,7? 2,5. Ik zoek een 2,5. 2,5. 2,5. Ergens 2,5. Nee. Het zit allemaal in de tientallen miljoenen. Zijn jullie gek? 8 miljoen? Ik denk dat we met 2,7 wel echt de spijker op de kop hebben geslagen. Ik denk niet dat er iets goedkoper is. We hebben een 8 miljoen. 9,8, 8,9, 3,6, komt dichtbij, 4,6, 4,3, 3,8, alsnog belachelijk veel geld overigens, hè? 4,2, only 2 million. Deze zegt, de thumbnail zegt hier 2 miljoen. Dan denk ik dat we een winnaar hebben. 2 miljoen voor een woning is alsnog een absurd aantal geld. Maar laten we gaan kijken. Wellicht dat we zo zitten van, ah, weet je, dat is nog redelijk normaal. Misschien ook niet. Al die woningen zijn meestal gewoon echt gekkigheid. What's up everybody, it's NS here. And today we are in Sherman Oaks. I got a lot of comments from viewers asking me to do a tour of a home in the valley. So here we are. The property right behind me is 13812 Compson Street. Oh, er zit Cum in de naam. Grappig! It has 4 bedrooms. Ah, die gok had ik inderdaad moeten maken. Shitzooi. 4 slaapkamers, 5 badkamers. Wordt er ook, dan is er maar 1 keuken. 1 keuken, 1 nederige keuken. Armoede. 5 bedrooms. It has 3200 square feet of living space. And listed for 2,195,000. 2,2 miljoen is de uiteindelijke prijs. Dat is inderdaad dan goedkoper dan die andere die we op het oog hadden. Dat was 2,7 miljoen. Dus dit is de goedkoopste woning op deze man zijn kanaal. Wat even makkelijk vindbaar is. Before we start touring this property, I would like to thank the listing agent Armand Gregorian for allowing us to tour this amazing home. Which I'm very excited to show you guys. Now that we're on the driveway, I want to kind of talk about the exterior of the home. Ja, ik moet zeggen, het exterieur. Hij stond net al inderdaad voor de woning. Het is een beetje zwart-wit-grijze stijl. Dat heeft een heel duidelijk kleurenpalet aan de buitenkant. Vind ik heel erg mooi. Plus het is ook echt een hele vierkante woning. Persoonlijk vind ik dat heel erg mooi. Plus je ziet zeg maar die tegels op de grond met dat stukje gras er tussendoor. Zou je zeggen, gras, haal het weg. Maar het creëert zo'n leuk patroon over de grond heen. Dus dat vind ik een hele leuke finishing touch. I love this reflective garage door. And they have beautiful modern light fixtures on the each side of the garage. Then as we keep walking from the walkway that leads us to the front door, we see more of these super cool light fixtures right here. Of course, in Los Angeles, every modern home has a pivot door as a statement piece. And this one is just beautiful. Oh, dat bedoelt hij met pivot door. Ik zat er van pivot door, wat bedoel je ermee? Het is zeg maar zo'n, ja, een kanteldeur. Waarbij zeg maar dan op een gegeven moment een stukje van de deur uitsteekt. Aan de buitenkant, dat wordt ermee bedoeld. Leuk, ja. Amazing brass, hardware, it's a beautiful door. So we just walked into the property. First thing I'm recognizing, of course, is the home automation here. You can turn your lights off, lock up the entire house. Just overall controls of the homes can be managed. Ik weet niet wat de fuck jullie met die saturation hebben gedaan. Of gewoon het kleurbalans in dit beeldmateriaal. Maar mijn gozer is bijzonder rood. The screen here. And before we go into the living room, I want to acknowledge this half bathroom that serves the living room area. And how cool it is. I mean, first of all. Dat was een hele rare knip. Ik vind het zo vreemd dat hij zegt half bathroom. Zeg gewoon, ja, die kut Amerikanen die hebben gewoon, die gebruiken de term I'm going to the bathroom.
als je naar de wc gaat. Ik vind het zo een verwarrende term. Zeg gewoon, I'm going to the wc, man. Ga gewoon naar de wc. Ga gewoon naar de wc. Of naar het toilet. Beautiful brass mirror, light fixtures. Als dat trouwens de kraan is, deze L... Take the L, even je handen wassen, leuk. Uniek, want dit ziet eruit als een hendel voor de water. Het water, Jezus. Uniek, vind ik het mooi? Twijfel ik nog over. They have this textured marble cladding on the back of the wall, but most importantly, how cool is this sink? It has a very unique faucet design where water runs gently and drain is built into the wall where water just disappears into the wall as it drains. Inderdaad, uniek. Ik vind het wel een charme hebben. Het heeft zijn charme. Of ik het zelf zou willen hebben, dat denk ik nou weer net niet, maar het heeft zijn charme. I want to say the sink is probably 5 to 10 degrees tilted towards the wall so that water disappears really gently. And let's continue. I mean, what an incredible space, right? Beautiful, open. Mikey, what do you think? Pretty nice. You know, this is the first time we've made it out to the valley. And this is not really what I was expecting. Ja, ik wilde eigenlijk een opmerking maken over de spotjes in het plafond. Er zijn overal spotjes. Ik denk dat je juist zo'n kamer heel mooi zou kunnen aanvullen met een mooie hangende lamp. Nou, die zal ongetwijfeld bij, weet ik veel, of het eetgedeelte of ergens anders zal die mooi tot z'n recht komen. Maar het, hier in de woonkamer voelt het zo kaal door het, zo, het plafond compleet strak te hebben en geen hangende lampen te hebben. Dus wel één staande lamp achter de presentator. Maar dat is zo'n beetje alles wat ik zie. Maar hier heb je rechtsbovenin dan zo'n lichtstrip. En dat is in de keuken. Dat is op zich ook wel leuk gedaan. Maar het voelt een beetje plat. Not to mention you're paying, Kijk, daar zijn de hangende lampen dan in ieder geval die boven het kookeiland zich bevinden. En die zitten dan omgeven met spotjes. 6 spotjes, misschien 8. En dan een hele lichtstrip eromheen. Less than half of the price to get kind of the same amenities that you would get on a house in, let's say, West Hollywood. But first of all, I love kitchens that have these two-layer island designs. I think it just gives kind of a dimension. Oh ja, verhip! Wat geinig! Dat viel me in eerste instantie nog ineens op. Meestal inderdaad een kookeiland. Een vlak blad is ook het makkelijkst, is het meest praktisch. Maar dit heeft de charme, want zo creëer je een beetje een bar gedeelte en een daadwerkelijk keukeneiland gedeelte. It's nicely set up where it separates your sitting room area from the actual functioning. Ik mag hopen trouwens dat dat niet daadwerkelijk het eetgedeelte is, want zulke soort hoge barkrukstoeltjes is met geen volledige rugsteun, dat lijkt me echt een nachtmerrie om elke dag aan te zitten. I'm just seeing so many details, I'm going to try to cover all of them. First of all, beautiful light fixture right on the center. Kind of makes this countertop works as like a dining room. Dat is leuk, daar kan je Newton's Cradle mee spelen. Dat je één balletje aan de zijkant pakt, die trek je dan achter. En dan laat je hem los en dan ketst die zo tegen alles aan en dan breekt alles. Fucking hilarisch. Then they have beautiful two-tone cabinetry. Your entire pantry setup is a wood veneer. Beautiful pull-out drawers. Just a lot of space. Ik weet trouwens niet of dit lichte hout mij bevalt. Aan de ene kant is het mooi, want het houdt de volledige woning heel erg licht. Want je hebt witte muren. En dan het lichte hout, dat houdt de hele woning licht. Maar in mijn optiek zou misschien wat contrast daarin wat leuk zijn. Want je hebt aan de buitenkant heb je een hele zwart-witte woning. Heb je een hele donkere kleuren, lichte kleuren. En dat wisselt zich zo af. En dan is het misschien ook wel geinig als je dan een donkerhouten vloer hebt bijvoorbeeld. En dat je dat donkere hout dan ook zo inderdaad doortrekt in deze keukenkasten. Maar ja, dat ben ik. What I like about it is how they tucked it all the way to the ceiling where every bit of space is utilized perfectly. What is this color scheme called? Is this Cape Cod? So the design of this entire home is actually kind of a modern, but they brought some Cape Cod elements to kind of smooth it out and kind of make it a little bit more cozy on the inside. I see a lot of brass details. I kind of associate Cape Cod with white, brass and black. So, trouwens, dit glimmende witte is echt een bijzondere grote nachtmerrie voor iets wat iedereen heeft. Vettig vingers, vingerafdrukken. Och, kan wel janken. Dat je het kastje dicht doet, maar dat je je vingers zo tegen het hout aandrukt of tegen het kastje deur. En dan is het van, ah, mijn vingerafdrukken zijn nu vereeuwigd op dit deurtje. Tenzij ik weer alles eraf moet halen.
That's very true. So they kind of did a little bit of a transition version here. You know, the outside is quite modern. The layout is modern, but they have a lot of these brass, white, kind of like marble looking details to really smooth out the space. Yeah. Another detail, of course, if I can open it, you have a beautiful wine freezer right here. Keeps your wines and your drinks at perfect temperature. You gotta have it. You gotta have it. Je hoeft het niet te hebben. Je hoeft het helemaal niet te hebben. Het is een beetje een luxe dingetje. And then you have your refrigerator, Sub-Zero. Everything is top-notch here. Again, talking about the brass details, look at these beautiful door handles here. Oversized. Ja, kijk, dat vind ik dus niet mooi. Kijk, bij wat hij linksbovenin hier heeft, dat brass, brons, bij die witte glanzende deurtjes vind ik het heel mooi, maar hier bij dit lichthouten vind ik het niet tot zijn recht komen. Vind ik het geen mooie aanvulling. Had dan voor iets anders gekozen. Iets wat meer contrast creëert. Maar dit is zo, nu valt het zo weg door dat lichte hout. More pantry here and let's look at the rest of the kitchen. First of all, I really admire to have one of these one day. These espresso makers are super cool. I feel like that's one of your big goals in life, is that to is. Have a Miele espresso maker. Get a Miele espresso maker. Is dat met bonen? Hoe maak je dat ding schoon? Ja, sorry, daar denk ik nou over na. Dat ding is heel leuk ingebouwd, maar weet je, op een gegeven moment moet dat ding toch wel even gereinigd worden. En zal die soort van wel een zelfreinigingsfunctie hebben, maar toch is het wel fijn als die gewoon open kan. And as we continue, the waterfall edge continues here. Beautiful countertop, and we have an 8-burner stovetop right here. Beautiful Miele, and of course you gotta have a pot filler, brass, nicely detailed. What the fuck is it? What zei die? Pot filler. And of course you gotta have a pot filler. Pot filler? What is that? Dat is gewoon een kraan. Zeg het dan meteen. Het is een kraan. Oh, dat is wel ingenieus. Brass. Nicely detailed. Ja, oké. Okay. Ja, ik snap het nut er wel voor. Ik zat er van, what the fuck is dat ding? Waarom staat het daar? Maar kan je je wel eens voorstellen dat je gewoon even een bak pasta wil maken? En dan moet je eerst met je pot, godverdomme, je pan, de tering, dat ding. Ga je naar de kraan toe en dan is hij helemaal gevuld. En dan moet je maar net je armen stabiel houden. Oh nee. En dan valt alles weer over de grond. Het is echt zo, net zo'n telcel reclame. Maar ja, of je houdt je handen gewoon stabiel en je zet het neer. Maar je kan dus ook gewoon gelijk je pan er neerzetten. Water erin. En dan hoeft het helemaal niet te verplaatsen. Aan de ene kant best wel briljant. I kind of like this design. Not a lot of developers do it. But they have two cabinetry. So you have the lower one. And you kind of have the upper one for. Ja, en daar kom je niet bij. Kijk eens naar zijn arm. En dit lijkt me toch best wel een gozer die best, nou ja, wat zal hij zijn? 1,75, 1,80, zoiets. Ik weet de lengte niet helemaal te bepalen, maar hij komt gewoon niet bij dat kastje. Beetje onpraktisch. Dan moet je al gelijk een zo'n keukentrappetje hebben. Like I said, they went all the way up to the ceiling. Second thing I like, double sinks. A lot of people, a lot of these big homes now, these days have these features where not only you have your main sink, you have another sink here in case somebody's prepping the rest of the food here. I want to talk about this modern farm sink design. I like these. The fact that sink stays in front, it kind of makes it a statement a little bit. Nee, vind ik niks. Nee. Okay, ieder zo'n ding, maar dit vind ik niks. Identifies where the sink is located. A lot of people won't think about these, but kitchen. Dat is wel ingenieus. Schuifraampjes. Bij de gootsteen. Met een uitzicht op het zwembad. Vind ik zeker weten wel wat hebben. This is the heart of your home. This is where you cook, this is where you entertain. And when from kitchen area you can reach out to your pool area. In this case they put this beautiful slider window. Kan je het je voorstellen? Iemand ligt in het zwembad. En iemand staat binnen. En is van, hey, gooi even een blikje drinken. Beeld het in. En dan gewoon, hup, raampjes open. Blikje er doorheen. Geweldig. Ik zie het al helemaal voor me. If you can do that, that's really a plus. I think this is a great addition to this kitchen. Not to mention, when you cook something here, there's a lot of smells going on. You can just pop these windows open, get a lot of ventilation through the house. Ja, yeah, of neem gewoon een afzuigkap. Want dat is het ding wat we niet zien bij dat gasfornuis. Die afzuigkap die hier heel mooi in verwerkt zit. Ik weet niet of dat voldoende is, hoor. Het zal vast wel voldoen aan de minimum eisen. Maar dan ook echt de minimum eisen. As we continue from kitchen, we have this small area right here that you have more additional countertop. You have your pantry here. And this leads to your garage. Mikey, why don't you come here? I want to show a really cool detail.
This is the first time I'm seeing a door handle like this. Instead of pulling it down, you simply pull it towards you. And voila, it opens. Oh, dat vind ik inderdaad wel wat hebben. Wat geinig. Want dan, ja, inderdaad, als je een deur open wil doen, moet je er sowieso inderdaad aan trekken. Indien het een trekdeur is natuurlijk. Maar dan doe je hem ook gelijk open. Oh, dat vind ik eigenlijk best wel ingenieus. That's pretty cool. That's really cool. And you have your two-car garage, pretty standard for this size of home. Pretty standard. Pretty standard. Now we're back in the living room area. I want to take you... Ah, daar is de eetkamer gedeelte. What the fuck hebben ze daar voor tuinstoelen neergezet? Lijkt wel van die bamboepoten eronder. Maar ze behouden wel een beetje dezelfde stijl overal. Ze hebben overal wel een beetje dat lichte hout in verwerkt met vervolgens lichte kussens erbovenop. Dus de stijl is wel, zeg maar, unaniem door het gehele huis heen. In ieder geval op deze verdieping. Dining room is a very important element of a home. And it is basically right across from the kitchen. This beautiful space. It's actually perfect size. Because this table can seat 10 people very comfortably. 10 personen, inderdaad. Veel, wel. Ik vind het leuk dat ze dezelfde chandelier, kroonluchter, lampen, hangende lampen hebben als in de keuken als hier. Ik weet niet, het is dan een overeenkomende stijl. Dat kan ik dan wel, kan ik wel waarderen. A lot of space to move around the table. Beautiful light fixture. I mean, would you just look at it? And it is perfectly situated. The height is perfect. And they have a lot of windows here and mirrors, which bounces back the light throughout the room, which in my opinion makes it a little bit more spacious. A little bit more spacious. Spiegels staan er over het algemeen onbekend om zeg maar een kamer meer ruimte te laten geven. Of in ieder geval de illusie van meer ruimte. Nicely designed, very nicely executed. Ze benadrukken het niet echt, maar wat ik leuk vind aan de spiegels, en dat zag ik net in de b-roll ook al, knippen die er ook weer uit, is dit shot. Dit shot vind ik voornamelijk heel erg leuk, omdat je hebt zeg maar nu dezelfde grote ramen heb je aan de ene kant. En vervolgens heb je drie dezelfde grote spiegels aan de andere kant, waardoor het lijkt alsof dat allemaal open is. Dat vind ik een leuke feature van dit gedeelte, die niet echt die niet benoemde in zijn spraak. Maar het lijkt wel alsof de ramen zeg maar zo doortrekken over twee wanden heen in plaats van over één. Dat vond ik een geinige feature. So another detail I want to mention about this property was just built recently. So it still has that brand new house smell. No one has ever lived. What? Niemand heeft hier nog gewoond? Zonde. The other thing that I want to talk about is the reason the first floor feels so open, bright and kind of spacious is they did the single hardwood floor continuously throughout the entire space, which really uniforms and ties the entire first floor. I really like that detail. Ja, eens. Daar ben ik het ook over eens. Ik vind het inderdaad mooi als gewoon een vloer doorgetrokken wordt over alle ruimtes heen. Anders krijg je inderdaad zo'n drempeltje, omdat dan moeten ze die overbrugging van die vloer moeten ze bedekken. Want dat kan nooit, zeg maar, faden. And of course, every good house needs to have a really, really good living room. And I mean, this one... Ja, en dit is dus waar ik het eigenlijk niet helemaal mee eens ben. Het is mooi. Meubilair, mooi. Eens, prima. Zal ongetwijfeld een comfortabele bank zijn. Maar kijk eens waar de tv staat en kijk eens waar het meubilair staat. Het meubilair staat overdwars naar elkaar toegericht. En de tv, die staat daar zo, die snijdt daar doorheen. Als je tv wil kijken, wat een dikke vette nachtmerrie is het dan. Zet die bank dan even anders overdwars. Zet een stoel links, zet een stoel rechts. Desnoods twee stoelen rechts, twee stoelen links. Zodat je een mooi kringetje hebt. Maar je wilt natuurlijk ook weer niet helemaal de ruimte afsluiten. Dus anders de bank hier overdwars. De stoelen naar de muur toe, naar links. En dan hou je zeg maar de woonkamer. Enigszins sluit je die dan af door de rug van de bank naar de rest van de andere ruimte te doen. En dan uiteindelijk hou je hem eigenlijk open naar de tuin toe. Maar ja, weet je, dat ben ik. That's a beautiful one. I want to start off with the fireplace. It is beautifully cladded with this marble. It's actually one of my favorite marbles. I love this black tones with a little bit of white veins throughout the marble. I think it's very sleek, simple, good looking marble. And of course they cladded their gas fireplace and they built a TV within. So it's nice and sleek looking. And what I like about it right here is that they put these light fixtures on each side of the fireplace. This is a perfect place if you want to display your art and kind of make a statement of your fireplace. Because once you turn on those two lights,
it really showcases your fireplace even better. Zeker, zeker. De symmetrie eromheen maakt het dan des te beter inderdaad. Ben ik het volledig mee eens, Enes. Ga vooral verder. Then the rest of the living room is nice and very cozy. And not to mention, it opens directly to your backyard. Vierkant zwembad. Of rechthoekig vierkant. Kan ik altijd waarderen. Ik weet niet, ik vind vierkant rechthoekig vind ik gewoon een mooie vorm. Zo, trouwens, dikke vette scheid. Zo'n, wat is dit? Een telefoonlijn, paal. Hier zo, lekker uitzicht. Die dan enigszins over je huis heen steekt. Zie je deze lijn? Ja. Ja. Goed. Mooi. Vier lichtstraten. Zelfde grootte, rechthoekig, vind ik mooi. Spotjes tussendoor, leuk. Ja, yeah. Ook al is het B-roll. Of course in California it's really important for a home to have an indoor-outdoor feel. And this one has a really good one. And what you do is you simply open these doors, pocket them to each side. And then basically your indoor living room becomes an outdoor living room. It opens all the way up. All the way. And the other side as well. And not to mention these fleetwood doors are super smooth, really easy. Honestly, I just did it with my one hand. Really easy to pocket them in. Ik zie nu dit halve gras en tegelcombinatie zie ik hier nu ook voorbij komen. Ik weet niet of ik het hier ook zo mooi vind. Ik had liever dan gewoon een stuk gras gezien. Gewoon één van beide. We maken een keuze erin. Maar door het hier ook achterin te hebben, weet ik niet of ik dat wel zo chill zou vinden. Voor vond ik het een geinig effect hebben. Hier twijfel ik. Want hoe fijn is het om gewoon je tuin in te lopen, bewijs van met je blote voeten, want je loopt richting het zwembad, en om dan met je blote voeten door gras heen te lopen. Fucking heerlijk. Voilà. Now your living room becomes part of the outdoor living room. Kijk, zie je dit lullige stukje gras? Dat lullige stukje gras wat eigenlijk nergens voor dient. Had dan, zeg maar, dit gras, ja, indien dat mogelijk was, maar doorgetrokken tot dit buitengedeelte. Oh, zo hier, waar mijn muis reikt. Tot daar doorgetrokken en dan die zonnebedden ook gewoon op het gras. Het vreemde is nu, nu heb je ook hier van die lullige strookjes gras bij dit vuurplekje. Dus dit zitgedeelte met het vuurplekje. Dat ziet er zo vreemd uit. Ook daarbij had een keuze gemaakt van of gras of beton. Now that we're in the outdoor patio area, before we continue the tour, I want to mention this beautiful wood cladding that the developer did right underneath the balcony. Dat is mooi. Eens. Spreken we verder niet over. We are in the patio area here. Let me give you guys a little breakdown. We have a nice seating area right here. Another dining area. And then you have all this countertop space for you to prepare some food. Starting with this oversized, beautiful gas barbecue. Oversized, inderdaad. Welcome to America. Dikke bakken vlees hierop douwen. That's a pretty heavy duty lid for that thing, right? Yeah, definitely. I mean, it's almost like a two armor. Beautiful countertop here. And here's another nice touch. First of all, I love the cover, but this is where you have your sink. And when you're not using it, you don't want it to get dirty. Simply cover it up. Ja, dat is inderdaad wat een deksel doet. Heel mooi weergegeven. Ja, godverdomme, wie had dat gedacht? And you have your GFI plugs right here in case you need some electricity. And they really thought of everything. They even left the plug right here. Guess why, Mikey? I'm gonna assume if you want to put an outdoor television. And you're correct. Another detail that I like. So they wanted to have it as a covered patio feel, but they wanted to have a little bit of lighting. So what they do these recessed openings on the roof line throughout the entire covered patio to bring some of the light in. And you have your dining. Ik zei die openings, maar er zitten gewoon glas. Ben ik nou scheel? Nee, er zit gewoon glas. Openings. Gewoon, zo is gewoon een lichtstraat. Dining area right here. And definitely more seating on this side. Overall, this patio really enables you to enjoy the backyard space. Not to mention you have a beautiful pool area, which we're going towards right now. I gotta say, I think living in West LA has kind of given me a bad idea of what the valley is, because I want to move out here now. This is great. Ik zie het nu. Het zijn geen strookjes gras, het is gewoon grind. Maar van bovenaf kreeg dat een beetje een gek effect. Vind ik alsnog fucking lelijk dit. Another thing that I really want to congratulate these developers on is how well they use the backyard space. It's nicely proportioned. In my opinion, pools. What the fuck is. Het is geen scherm, maar er staat hier gewoon een stuk glas. Zou dit een soort
waterval moeten zijn, namaakwaterval. The perfect size for a home and a lot this big. Beautiful quartz plaster in the pool. You have your jacuzzi set up on the corner that overcascades into the pool. And you actually have a waterfall feature right here. That ja, het is wel een waterval. Ja, ik dacht al zoiets. Geinig. Ja, dat is het enige wat ik kan melden. Geinig. It's not turned on right now. And as we walk around, just like I told you guys from the kitchen, you have your window access right here in case you want to serve people food directly from your kitchen to your backyard space. Overall, very private and just very cozy backyard space. And very tranquil. That's right. So it's starting to get cold out here in LA. What's that water temperature like? Let me see. It's actually nice and cool. Je hebt een halve seconde je hand erin gehad. Hoe kun je daardoor de temperatuur bepalen? Weet je wat? Enus? Enus. Laat eens even die bovenverdieping zien. And currently this bedroom is staged as an office. Beautiful glass, a lot of natural light. Again, guys, remember I talked about the cabinets being all the way flush to the ceiling? Well, on their closet space... Frank Sinatra boek erbij. Iconisch. Ja, leuk kantoor. Niet heel boeiend. Dit is daarentegen nog lichter hout dan dat ze al hadden. Ik had graag gewoon wat meer contrast gezien daarin. In het meubilair, zeker deze bureaustoel, komt dat wel mee naar voren. Weet je, dat donkere grijs, dat knalt er dan zeg maar uit. Maar het is gewoon die kast. Ja, ik weet niet, ik vind dit niet mooi. To give you guys a little bit of reference, we are on the corner, front corner of this house. Ja, dit zit dus boven dat kantoor van net. Zelfde ramen. Tenminste. Ja, dit zit boven dat kantoor inderdaad. Wat een... Frame bed. Vreemd. Dat die op... hoe heet zoiets? Hoofdsteun. Beetje gek doorgetrokken. Ik vind dit nachtkastje. Die popt er tussenuit. Is mooi. Dat knalt. Dat past mooi ook bij de kozijnen die we hier hebben staan. Dat contrast wat er dan wordt gecreëerd. Hier trouwens op de bovenste verdieping hebben ze ook weer die lichte vloer erin zitten. Ja, dat hebben ze gewoon doorgetrokken blijkbaar. Het is niet dat de bovenverdieping anders moet voelen dan de begane grond. Again, beautifully sized bedroom. Closets all the way to the ceiling. Just a nice, very clean space. This seems like a mirrored layout of the bedroom below us, which is staged as an office right now. Yes. You have the exact same cabinetry. Dezelfde kasten. Ja, hij zegt het al inderdaad. Het is gewoon een spiegel. Weerspiegeling van inderdaad die kamer beneden, wat een kantoor is momenteel, maar zou ook kunnen fungeren als een slaapkamer. Beautiful hardwood floors throughout the entire property. Now we're in the second bedroom. A little bit of a different. Vrijwel hetzelfde, behalve de ramen zijn anders. Stonden de kasten nog steeds zeg maar aan de linkerwand? Nee, dit staan ze niet. A little bit of a different design, a little bit bigger in size, more windows. And definitely has a little bit bigger closet. A walk-in, hè? Huh? Yep. En weer een ander soort hout. Weer bruin. Wel donkerder dan het andere. Ja, ja. Volgens mij zou dit de master bedroom moeten voorstellen. We go to the master bedroom. We have a nice utility area right here. Here's what I like about it. The fact that it's right next to all the bedrooms. And it's so close to the master. Having your washer and dryer this close, in my opinion, is the key. Ja, prima gedaan. Dan hoop ik in ieder geval wel dat die wasmachine goed geleveld is, zeg maar. Dat als hij op een gegeven moment gaat stuiteren, dat hij niet tegen dat kleine plafonnetje aan zit te bungelen. En want dat kan een enorme takkenherrie creëren. Dat moet je niet willen. Ready and waiting. Welcome, guys. Ah, wat zei ik net over die ene master bedroom? Nee. Dit is de master bedroom. Dubbele klappende deuren. Met een balkon. What an awesome space. Ja. Het vette aan dit vind is dat de wand, die wordt een beetje ingeduwd. Dus je hebt een dubbele laag van die wand. Vind ik tof. Schuifpuien wat betreft naar het balkon, geloof ik wel. Gewoon goed. Nachtkastjes? Voel ik niet zo. En het komt denk ik ook omdat ineens in deze slaapkamer is de muur lichtblauw. Of een lichtblauw-grijs combinatie. Vind ik vreemd. Hebben ze wel de achterste muur achter het bed. Hebben ze dat donkere grijs tegen het zwart aangedaan. Vind ik dan wel weer heel vet. Om daar het contrast mee te creëren. Maar gewoon de wanden en het lichtblauw-grijzige. Nee. Hangen de lampen hier aan de zijkant? Nou weet ik niet hoe ver ze hangen. Ze lijken wel boven het nachtkastje te hangen. Als ze iets meer terug hadden gehangen. Dan zou het best wel kloot zijn geweest. Als je uit het bed stapt en dan
je racht je hoofd tegen zo'n hangende lamp aan. Dat zal hoogstwaarschijnlijk niet het geval zijn, maar die zijn wel zeer aanwezig. Yeah, this is pretty big. This is pretty big. I mean, this room... Nee, het is gewoon letterlijk lichtblauw. Het leek net gewoon even lichtblauw-grijs de muur te zijn. Nee, het is gewoon echt lichtblauw. Oh, I do not agree. Makes the king-size bed look small. Number one is this light fixtures that are right next to the bed. Zelfde hangende lampen weer, vergelijkbaar als in de eetkamer en in de keuken. Vind ik heel leuk gedaan dat die inderdaad die stijl ook gewoon mee wordt genomen naar de andere kamers toe. Hey, I didn't give you permission. Permission. But it's another nice space. It's actually a pretty good sized balcony as well, right? Yeah, for sure. Het voelt zo een beetje alsof deze woning een soort van de doren in de straat is. Want al kijken we een beetje naar de woningen eromheen, dan heb je een beetje dat crèmige, dat terracotta idee. En dan heb je deze wit-zwarte, strakke woning. Dit is wat meer organischer, weet je. En dan vierkant, gozers. This master bedroom and that is master bathroom. Before we go into the bathroom. Zelfde stijl als in de keuken, doorgetrokken, soort van hier. Hebben ze wel dat marmeren muur, vloer, et cetera. Glimmende kastjes, leuk. En dat bronzen kraan, rand van de spiegel. Overal die bronzen accenten, ook zeg maar bij de glashouders van de douche. Daar het brons zelfs in doorgetrokken. Stiekem zie ik hier dan zo'n krukje staan. Of zo'n stoeltje. Met dan een zwart kussentje erop. Dat vind ik dan weer een beetje misplaatst. Dan zit ik van, oké, alles is zo mooi licht hier. Mooi licht. Had dan dat kussen ook licht gemaakt. Weet je, dat zou erbij passen. There's so many details here that I want to mention. Number one is, besides your built-in closet, your drawers, of course they're soft clothes. And your... Ja, maar het is weer die lelijke kleurkast. Met dan die bronzen accenten, wat ook in de keuken was. Heb je hier dan ook. Ja, ik vind dat dat bronzen in combinatie met die kleur hout. Ik voel die niet, man. Beautiful displays where you can hang your nice clothing. Look at what they've done here to utilize the space at its best potential. So you put your shoes or your bags right here. Whoa. I've never seen that before. Dat is toch even een partij handig. Dat heb ik eigenlijk voornamelijk bij keukens wel voorbij zien komen. Om inderdaad dat hoekje gewoon hoeken in een keuken. Om die ook functioneel te maken. Inderdaad zo'n draaiend blad erin. Of een draaiende kast inderdaad. Hebben ze hier ook gewoon in verwerkt. Dat is wel ingenieus. They have a steamer in the closet. To steam your clothes to get wrinkles off. So look, I think... Dat is best handig. Want anders moet je inderdaad naar een specialist. Hey Enes, dankjewel voor de tour van de woning. Moet zeggen, voor een woning die 2,2 miljoen kost... in vergelijking met de andere woningen die wij hebben gezien van meneer Enes. Mijn hemel. Ik vind het alsnog een enorme kast van een woning. Sommige qua ontwerp totaal niet mee eens. Maar ja, weet je, je kan niet altijd 6 gooien. Zo blijkt maar weer, hoeveel geld je ook spendeert... Een huis hoeft niet per se mooi te zijn. Of tenminste, smaken verschillen. Laten we daarop houden. Smaken verschillen. Dames en heren, bedankt voor het kijken. 2 video's daarnaast mij. Maak er gebruik van. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Tot ziens.